Ik ben vandaag vertrokken in het dorpje van Sans-Solène-d'Arve om het skigebied van Les Cibels te verkennen. Het skigebied van Les Cibels is 1000 kilometer rijden vanaf Utrecht. Gelukkig wel het allergrootste deel over de snelweg. Alleen de laatste 20 kilometer is over wat smallere bergwegen. Het skigebied van Les Cibels heeft zo'n 310 kilometer aan pistes. Het merendeel hiervan is rood, maar daarnaast zijn alle kleuren eerlijk verdeeld. Dat betekent dat je in dit gebied serieus met elk niveau het heel erg naar je zin kan hebben. Ik sta op het punt van Louillon. Dit is echt het kruispunt van het skigebied. Al wil je van het ene dorpje naar het andere dorpje skiën, dan kom je altijd over dit punt heen. Al wil je echt keihard knallen en veel kilometers maken terwijl je lange tochten skiet, is dit misschien niet het meest beste gebied. Maar dan vind je het gewoon heerlijk om te cruisen door de bergen en over een berggraat van het ene deelgebiedje naar het andere te gaan, dan zit je hier op de goede plek. Het gebied is heel breed van opzet, overal vind je nieuwe valleitjes en dat maakt het skiën hier erg afwisselend en erg leuk. Als kritiek op het skigebied heb ik vaak gelezen dat er wat veel oude liften zijn. Nou, daar is de laatste jaren aardig wat verandering in komen. Nu is het toch slechts een enkele lift die wat langzamer is en het merendeel zijn snelle, moderne stoeltjesliften. Een van de grote pluspunten van het gebied is het geweldige prijsniveau. Het is stukken goedkoper dan de andere grote Franse skigebieden en je hebt een geweldig domein tot je beschikking. Dat maakt wel dat je hier veel jongeren en studenten tegenkomt, maar eerlijk gezegd maakt dat de sfeer alleen maar gezelliger. Wat mij betreft vind je de mooiste pistes van het skigebied boven Sans-Solène-d'Arve. Vooral de pistes die vanaf Le Perron naar beneden gaan zijn allemaal erg mooi en de sneeuw lijkt hier net iets langer goed te blijven. Ik sta bovenop Le Perron. Dit is het hoogste punt van het skigebied op 2620 meter en vanaf hier heb je echt een geweldige uitzicht. Je hebt een enorm mooi 360 graden panorama, aan de ene kant de Mont Blanc, aan de andere kant de Aiguille des Arbres. Echt een punt om in ieder geval één keer in vakantie even langs te gaan om van het uitzicht te genieten. Veel pistes liggen op de zon, zeker in de koude maanden is dat erg prettig. Later in het seizoen kan het voor de laagste pistes wat net aan zijn, maar tot het eind van het seizoen en het sluiten van de liften kan je hier prima skiën. Door het hele gebied heen vind je leuke hutjes om wat te eten. Een echte aanrader is wat mij betreft L'Alpe, het restaurantje hier achter mij. Het is een gezellig restaurantje, lekkere muziek. Ze hebben hier een big airbag neergezet waar je op kan proberen te springen. En naast het restaurantje hebben ze wat dieren rondlopen. De sfeer zit er hier goed in. Het skigebied van Les Cibels bestaat uit 6 verschillende dorpen. Ik sta nu boven het dorpje van Sans-Solène-d'Arve en dat is echt een leuk Frans bergdorpje. Weinig hoogbouw en je zit toch meteen naar de piste. Andere dorpen, zoals bijvoorbeeld Le Corbier, daar vind je wel echt die typische Franse hoogbouw met veel kleine appartementjes. Erg goedkoop, erg praktisch, maar een stuk minder charmant. Waar we in de winter skiën, daar lopen in de zomer de koeien over de weides. En van de melk van deze koeien wordt de heerlijke Beaufortkaas gemaakt. En in alle dorpjes kan je die lokaal bij de boer kopen voor heel weinig geld.